Hey, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien hoe ik altijd planningen maak. Dus hoe ik alles plan wat ik moet doen, hoe ik heel mijn leven organiseer. Want ik krijg daar heel erg vaak de vraag over van hoe maak je nou een goede planning? Hoe hou je je aan je planning? Dus in deze video ga ik dat allemaal met jullie delen. Dus heb je nou binnenkort toetsweek die je moet plannen? Of wil je gewoon leren hoe je een goede planning kan maken? Blijf dan zeker even gezellig verder kijken. Oké, wat ik altijd doe is ik maak op elke zondag maak ik een planning voor heel de week. Dus ik ga op zondag altijd mijn hele week uitschrijven. Ik heb daar een heel stappenplan voor, dus dat ga ik nu als eerst even bespreken. Oké, ik ben even aan deze kant gaan zitten, zodat ik aan deze kant kan laten zien wat ik bedoel. Want stap 1 in het maken van mijn planning is mijn hoofd leegmaken. Ik ga gewoon zitten en dan ga ik gewoon denken van, oké, wat moet ik allemaal doen? Dit moet ik doen, dit moet ik doen, dit moet ik doen. Alles wat in me opkomt, ga ik opschrijven. Dus ook al is het mijn kamer opruimen, mijn vader bellen, een cadeautje kopen voor iemand. Alles schrijf ik gewoon op en dat doe ik zelf in de notities app, zoals je kan zien. Die staat gewoon op mijn telefoon en dat vind ik gewoon heel erg handig. Want tijdens de week, naar de volgende week toe, zitten er altijd al dingen in mijn hoofd. En die schrijf ik daar altijd al even op. Maar dan op zondag ga ik gewoon rustig even zitten en dan schrijf ik alles op wat ik moet doen. En wat ik dan ook altijd gelijk doe, zoals je kan zien, is de deadlines. Dus hele belangrijke dingen zoals een toets of wanneer ik een video moet uploaden, maak ik alvast in dik gedrukt. Zodat ik echt weet dat dat heel belangrijk is. Oké, als je dat dan hebt gedaan, dan gaan we weer verder met stap 2. En dat is gaan opschrijven wat je precies moet doen voor elke taak die je net hebt opgeschreven. Dus bijvoorbeeld je hebt geschreven dat je een toets hebt, schrijf er dan onder wat je precies moet gaan leren voor die toets. En ik heb bijvoorbeeld ook op mijn lijstje dat ik een cadeautje moet kopen voor Marilou. En dan schrijf ik er ook onder wat ik wil kopen. Dat ga ik nu niet doen, want anders weet zij wat ik koop, maar is dan wat ik bedoel. En dat doe je dan gewoon voor alle dingen waar je dat kan doen. Nou, als je dat dan allemaal hebt gedaan, dan zijn we alweer bij de laatste stap, stap 3. En dat is het opschrijven wanneer je iets moet doen. Dus bijvoorbeeld wanneer is die toets of wanneer uiterlijk moet je het cadeautje gaan bestellen zodat hij op tijd thuis komt. Gewoon de wanneer. Dus ook natuurlijk heel erg belangrijk. Oh ja, en bij een toets schrijf ik er ook altijd bij hoe lang ik erover doe om dat te leren. Dus hoeveel dagen van tevoren ik moet beginnen. Nou, dan heb je nu in ieder geval alles van je afgeschreven. Dat is echt al een grote last van mijn schouders altijd. Maar we zijn er natuurlijk nog niet, want we hebben nog geen planning gemaakt. Voor mij is dit wel echt een essentiële stap om eerst te doen. Want anders, ik weet niet, ik kan niet zomaar gaan beginnen aan een planning. Ik moet dit altijd alvast even voor mezelf hebben. En dan gaan we nu beginnen met het maken van een planning. Dus laten we beginnen. Voor het plannen van mijn week gebruik ik altijd een weekplanner. Dit is die van mij. Ik heb deze besteld op bol.com, als iemand er benieuwd naar was. Ik vind hem heel erg mooi. En ik ga nu even aan jullie laten zien hoe ik hem altijd indeel. Ik gebruik namelijk een kleurensysteem, zoals je kan zien. Zo deel ik dat dus altijd een beetje in. En dat ga ik nu ook doen voor deze week. Nou, het is vandaag zondag de 17e nu ik dit plan. Dus ik ga een week plannen van de 18e tot de 24e. Dus dat schrijf ik eerst altijd even op. Dus 18, 19, 20. Jullie kunnen ook wel tellen. Nou, wat ik natuurlijk ga doen is de Notes app erbij pakken. Met mijn to-do-lijstje die ik dus net al met jullie heb gemaakt. Hier staat dus eigenlijk al precies wat ik moet doen, wanneer ik het moet doen en wat ik precies moet leren bijvoorbeeld. Dus dat is echt heel erg fijn. Want dan hoef ik het eigenlijk alleen nog maar een soort van over te schrijven. Dit ziet er gewoon net niet overzichtelijk genoeg uit, vind ik. Dus daarom vind ik het fijn om het even in de weekplanner te schrijven. Dus dat ga ik nu doen. Oké, dan ziet zo mijn planning er dus uit. Zoals je kan zien schrijf ik eerst bovenaan wanneer ik bijvoorbeeld een toets heb. En dan kan ik zo vooruit plannen van wanneer ik dan alvast wil beginnen. Ik heb vrijdag een Italiaans toets. Zoals je kan zien ga ik woensdag en donderdag al Italiaans voorbereiden en Italiaans leren. Zodat ik dan vrijdag de toets heel erg goed ga doen natuurlijk. Ik plan dus alles in op volgorde van prioriteit. Dat is heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld hier zie je, kijk, de video gaat online, maar daar hoef ik natuurlijk niks voor te doen. Dus het eerste van donderdag to-do-lijstje is Italiaans leren. Dat is natuurlijk het belangrijkste, want ik heb vrijdag de Italiaans toets.
Dus dat schrijf ik dan bovenaan. En bijvoorbeeld mijn vader bellen, als dat er donderdag niet van komt, omdat ik toch nog meer Italiaans moet leren, dan maakt dat niet zoveel uit. Dan kan ik dat gewoon weer opschuiven naar een andere dag. Dus zo plan ik het dan in op volgorde van prioriteit, zodat ik de belangrijkste dingen sowieso wel gedaan heb. Nou, dan hebben we nu dus de globale weekplanning af. Maar dit is voor mij niet genoeg. Want als ik gewoon een planning maak, dan is dat wel heel erg leuk of zo. Maar het is gewoon heel erg lastig om je eraan te houden. Ik hoor ook van heel veel mensen dat ze niet zo goed zich aan hun planning kunnen houden. En dat ik zelf dus ook heel vaak. Maar ik heb daar echt zo'n goede methode voor gevonden. Zo goed. Echt, ik ben heel blij dat ik dit heb gevonden. Dus ik dacht, ik wil het heel graag ook met jullie delen. Zodat jullie ook aan jullie planning kunnen houden. Dus die methode ga ik nu aan jullie laten zien. Oké, dit is dus mijn geheim. De Apple kalender. Ik gebruik zelf de Apple kalender omdat ik een iPhone en een MacBook heb. Maar als je geen Apple producten gebruikt, kan je ook gewoon de Google kalender gebruiken. Dat werkt namelijk precies hetzelfde. Ik heb die Apple kalender zelf al best wel vaak voorbij zien komen. Maar elke keer dacht ik van, dat ziet er echt zo moeilijk uit. Laat maar, ik doe het wel gewoon op papier. Maar eigenlijk is het dus heel erg makkelijk en het werkt zo fijn. Dus ik ga jullie nu uitleggen hoe het allemaal werkt, zodat jij het ook kan gaan gebruiken. Nou, waar ik deze kalender dus voor gebruik, is voor het maken van een super gedetailleerde planning met tijdsblokken. Die tijdsblokken zijn heel erg belangrijk en die gaan er echt voor zorgen dat jij je toetsweek gaat overleven. Of dat je je leven in het algemeen gewoon op orde gaat krijgen. Want voor mij is het maken van zo'n globale weekplanning niet gedetailleerd genoeg dat ik echt die druk voel dat ik het echt moet gaan doen. Dus daarom maak ik dus in de Apple kalender een gedetailleerd plan, echt een actieplan. Zodat ik precies weet wat ik moet gaan doen, voor hoe lang ik het moet gaan doen. Zodat ik ook echt die druk voel dat ik het moet gaan doen. Voor sommige mensen is het misschien helemaal niet nodig om alles helemaal in tijdsblokken in te delen. Maar als je nou een uitsteller bent, net als ik, dan zou ik het je wel echt aanraden. Want als je van die tijdsblokken maakt, dan wordt het echt veel moeilijker om iets uit te stellen. Want bijvoorbeeld, je kan zien dat ik van 5:30 tot 6:30 ga ik mijn huiswerk maken. En dan daarna ga ik eten en in de avond ga ik editen. Maar als ik dan van 5:30 tot 6:30 mijn huiswerk niet maak, dan moet ik dat alsnog gaan doen in de avond. Dus dan kan ik weer niet editen. Maar ik wil het ook editen, want die video moet morgen online. Snap je? Dus zo kan je het eigenlijk niet uitstellen. Want ja, je moet het wel doen. Anders loopt heel je planning in de soep en dan zit je met stress. Dus zo stel je eigenlijk veel minder snel dingen uit. Oké, ik ga jullie nu vertellen hoe ik de tijdsblokken precies gebruik. Zoals je kan zien heb ik hier ook een kleursysteem voor. Nou, zoals je kan zien heb ik de woensdag opengelaten, zodat ik die samen met jullie kan gaan inplannen. Nou, wat ik als eerst altijd doe is mijn schoolrooster erin zetten, omdat ik daar omheen de rest kan gaan plannen. Nou, ik zal even laten zien hoe je zo'n vakje maakt. Dat is super makkelijk. Ik heb bijvoorbeeld van 9 tot 10 heb ik digital marketing. Dus dan doe je het gewoon vasthouden van 9 tot 10. Dan kan je het hier gewoon typen. En dan kan je hier kiezen waar het onder valt. Nou, bij mij is het natuurlijk gewoon mijn schoolrooster. Zo, daar staan nu mijn online lessen erin. En dan pak ik mijn weekplanner erbij. En dan ga ik gewoon kijken op woensdag. Nou, wat moet ik voor de rest nog doen behalve school? Ik ga dus een purchasingplan maken, Italiaans voorbereiden, mijn video inplannen en bij Noora eten. Ik kijk dus per taak hoeveel tijd ik denk dat ik ervoor nodig heb. En zo deel ik het dan in op mijn Apple kalender. En dat valt dan natuurlijk onder school en leren en huiswerk. Nou, dan in de avond ga ik bij Noora eten. En dit is natuurlijk een social ding, dus die wordt paars. En dan het laatste van mijn to-do-lijstje is dat ik nog mijn video moest inplannen. Ik ga dat even doen vanaf 9 uur, omdat ik niet precies weet hoe laat ik bij Noora terugkom. Dus dan zet ik het gewoon van 9 uur. En dan doe ik video inplannen. En dat wordt natuurlijk onder YouTube. Nou, en dan zie je dat ik hier wat vakjes open heb. En dat is natuurlijk gewoon voor mijn pauze. Nou, zoals je kan zien heb ik nu alles ingepland, zover ik het nu weet. Maar er zijn nog wel wat plekken over, zoals bijvoorbeeld hier op zondag heb ik gewoon school. Maar er staat nog niet letterlijk wat ik wanneer ga doen, omdat ik dat nu gewoon nog niet weet. Want het is nu de vorige zondag, snap je? Dus dat is pas over een week. Dus ik weet het nog niet precies. Maar ik heb daar een hele goede tip voor. En dat is elke avond voordat ik ga slapen, maak ik een duidelijk to-do-lijstje met de tijd voor mezelf. Nou, ik doe dat zelf in dit boekje, jullie kennen het allemaal wel. En dan maak ik daar dus elke avond een duidelijk plan in. En die schrijf ik dan in de ochtend nog in mijn Google Calendar. Nou, zoals je kan zien is de planning nu dus helemaal af. Ik ben helemaal klaar voor de volgende week. Het ziet er misschien wel een beetje overweldigend uit allemaal. Maar deze planning geeft mij gewoon zoveel motivatie.
Maar dat komt omdat ik dus ook alle leuke dingen in deze planning heb geschreven. Want als ik dan bijvoorbeeld hier huiswerk moet gaan maken, dan zie ik dat ik in de avond dan kan gaan editen. Dus dat geeft me super veel motivatie om mijn huiswerk nu gewoon even te maken, zodat ik weet dat ik in de avond lekker kan editen. Dus ja, echt, deze planning geeft mij echt de motivatie om gewoon alles af te maken. En ja, als je ook echt de moeite doet om zo'n hele planning te gaan maken, dan is het gewoon zonde om je er niet aan te gaan houden. Dus ja, ik hou echt van deze planning. En als je het toch echt niet fijn vindt om je planning online te maken, kan je deze tijdsblokstrategie ook gewoon toepassen op papier. En dan nog een hele belangrijke tip. En dat is om je pauzes ook op te schrijven in je planning. Dus schrijf gewoon hoe laat je pauze wil houden en voor hoe lang je pauze wil houden. Want als je dat niet doet en je gaat gewoon random pauze houden, zijn er waarschijnlijk opeens 3 uur voorbij. Dat je gewoon even op je telefoon ging en dat je opeens 3 uur verder was. Dat is dus niet de bedoeling, want ja, dan krijg je natuurlijk niks af. Dus het is gewoon heel belangrijk om je pauzes in je planning te schrijven. En ook vooral voor hoe lang je pauze wil houden. En als je het nou lastig vindt om je daaraan te houden, zet dan gewoon een wekker op je telefoon. Stel je hebt van 12:30 tot 1 uur pauze, dus een half uurtje. Zet je een wekker voor een half uur. Als die dan afgaat, moet je weer verder gaan leren. Zo doe ik dat ook heel erg vaak, zodat ik niet de tijd vergeet. Oké, en dan heb ik nog een mini tip voor het plannen van je aankopen. Dus om heel veel geld te besparen. Het heeft me zoveel geld al bespaard. En dat is namelijk het maken van een wishlist. Ik heb dat ook zelf gewoon op mijn telefoon in de Notes app, zoals je daar kan zien. En wat ik dan gewoon doe is, als ik iets wil hebben wat ik niet nu nodig heb, schrijf ik dat op deze wishlist. En dan als ik het na 2 weken nog steeds wil kopen, dan mag ik het van mezelf kopen. Nou, zo voorkom je echt miskopen. Want stel je wil nu even een witte broek. Ik wil nu een witte broek, het staat hierop. Maar eigenlijk moet ik nu een witte broek kopen. Nee, want kijk naar buiten, kijk naar dit weer. Het is gewoon zulk slecht weer. Ik koop die witte broek wel als het weer lente wordt, snap je? Dus zo heb ik die wishlist, zodat ik niet al mijn geld de hele tijd verspil aan dingen die ik nu niet nodig heb. Nou, dan was dit alweer het einde van deze video. Nu weten jullie helemaal hoe ik heel mijn leven plan. En ik hoop heel erg dat jullie er wat aan hebben gehad. Nou, als je deze week of volgende week nou toetsweken hebt, heel erg veel succes. Je kan het. En ja, als je nou wat hebt gehad aan deze video, vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat leuk vindt natuurlijk. Je zou mij in ieder geval echt heel erg blij mee maken. Nou, wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!